Kijk, dat we de eerste helft uh, nagenoeg niks weggegeven hebben. Op een, op een afstandsschot na. zelf ook niet heel veel gecreëerd. Maar ik denk uh, op het eerste kwartier nadat we gedomineerd hebben. dat we met vlagen erg goed in de bal waren. Uh, uh, Willem twee uh, ja, heel erg veel achter de bal aan hebben laten lopen. Uh, resulteerde niet echt in een hele grote kans of zo. Uh, maar ja, het, het veldspel was prima. En dan komt dat moment vlak voor rust, dat er ja, op, een, op een gekke plek, eigenlijk op een plek waar het totaal niet nodig is, een rode kaart valt. Ja, maar ja, dat, dat ligt zo dicht bij elkaar. Uh, uh, ja, er komt een counter en uh, we komen 3 tegen 3, denk ik. En uh, ja, Robert wil een, een, de bal pakken of, of een, uh, ja, een tackle maken. En uh, ja, ik denk ongelukkig. Uh, ik heb hem niet teruggezien hoor, maar wat ik heb gehoord is dat je, dat je er een rode kaart voor kunt geven. Dus uh, ja, dat is ongelukkig. Uh, ja, het hoort bij het voetbal. Dan de tweede helft. De eerste kans in de tweede helft in Ondertal was wel voor jullie. Ja, ja dat klopt. Ja, je weet gewoon dat je, dat je heel van het verdedigen komt. En, uh, je wilt het zo lang mogelijk dicht houden. En dan uh, hopen dat je zelf nu in de eindfase toe kan slaan. Uh, inderdaad, de eerste kans was voor ons. Uh, ja, daarna uh, valt het eigenlijk heel ongelukkig voor ons. En, uh, en scoren zij uh, ja, drie goal uit niks eigenlijk. Ik had het idee dat het toen de 3-0 was, dat jullie toen weer energie kregen. Ja, weet ik niet. Kijk, je, wil, uh, je speelt thuis uh, voor je eigen fans. En uh, ja, je wilt niet dan met, met 4, 5, 6-0 verliezen. Dus uh, ja, je staat 3-0 achter. Je weet dat je hem niet meer gaat winnen. Uh, het gelijkspel wordt ook heel lastig. Uh, zeker met tien man. Dus ja, je, je, je wil in ieder geval wel gewoon de fans laten zien waar we blijven vechten tot de laatste minuut. En uh, ja, misschien dat we II een tandje minder speelt. Weet ik niet. Maar uh, ja, uh, ik denk dat. Ik had het idee dat jullie ook niet altijd even blij waren met de beslissingen van de scheidsrechter. Nee, ja, dat klopt. Dat, uh, kijk, we hebben niet, niet verloren door de scheidsrechter, dat, dat, dat hebben we aan onszelf te danken. Uh, ik vond hem niet heel, uh, heel goed fluiten, veel dingen in, in ons nadeel. maar 50-50 momenten waren, waren vaak voor hun, maar het, uh, het heeft niet aan de scheidsrechter gelegen, uh, aan onszelf. Conclusie: gauw vergeten en op naar de volgende week weer een thuiswedstrijd? Ja, gauw vergeten weet ik niet, want ik denk dat we de eerste helft uh, met vlagen echt wel heel goed gespeeld hebben. Dus, uh, dus dat moeten we zeker niet vergeten. Uh, maar wel het resultaat. Ja, het resultaat vergeet je zo snel mogelijk. Ja, ja absoluut.